Hier in Dendrik zijn baan 1 brandend van Mieteswand en 2 Felix Verpoorten van Loissen. Le couloir 3 pour Erwin, c'est le champion national de la perche depuis hier, Pierre Straat. En baan 4, de man die op de 300 meter horden groot favoriet is. Derde was het Belgisch kampioenschap indoor en kampioen van Vlaanderen. Voordeel met als titel Pablo de Wolf. Le couloir 5 pour le crack Charles Roy, le vice-champion BFA. Et vainqueur de match interprovincial, Gadiri Paris. En baan 6 voor Dunbeek, Kieran Delplas. En 7 voor Edegem, Fedde Eijkmans. En in baan 8 voor Monendat, Wout Willems. Pablo de Wolf in de dansen naast de weg. Op de 300 horden al favoriet en Bartley voor de dubbel kunnen gaan in die strijd met Florca. En met Scheerter vanmiddag nu 14:45. Oui, Gadiri Paris qui prend la deuxième place. Deuxième moyen de faire, deuxième dans cette série. Deuxième verbetering van zijn pour l'Olympique Saint-Quentin, Maxime Debakker. Pour le couloir 2 pour Dour Sport, Mathis André. In baan 3 van de laatste reeks voor Loken Alexander Bros. Le couloir 4, le vice-champion BFA. Troisième des inscrits avec 14,60 pour le crack Charleroi, Nathan Loès. In baan 5 voor de Roussevaar, Ibo de Grieze. Au 6 pour le sans-grimeuse athlétique Le Grand-Antonin de Gaël. Au 7 pour Herve Mathias Mors. Et baan 8 pour Olympique Racing Public Halle, Adrien Loiseau. Verschil met nu de tijd de finale halen. Jeff Mescon van Racing Gent. In baan 2, hoofdstukspringkampioen Liam Spanners van KNGent. Couloir 3, c'est le vice-champion de l'UEFA. C'est le troisième des temps inscrits 14,60. Nathan Loès. In baan 4, de beste jaarperformer. 9e op het Europees kampioenschap in het teamkamp. Belgisch indoorkampioen, kampioen van Vlaanderen. Voor KNGent, Jette Houtketen. Au couloir 5 pour Atavec 14,37, le deuxième temps des inscrits, Antoine Chapeau. In baan 6 pour Attac Turnhout, Bart Daniels. En 7 pour Loken, Xander Ros. En in baan 8 pour Roeselaar, Ibe de Vries. Xander Ros, bronzen medaillewinnaar in Gentbrugge. Frontaal raakte, maar toch zijn ritme kon blijven behouden.
en de houten kieten van KGent. Na de Vlaamse. Met in baan 1 voor directeur Leuven Atletiek Eli Bakary. In baan 2 voor KGent Alexander van Vliet. In baan 3 de tweede van het kampioenschap van Vlaanderen voor Contigaanswaar Niels Scheder. In 4 Pablo de Wulf van de Dick Atletiek Club, derde Belgische en derde kampioenschap en kampioen van Vlaanderen. Couloir 5 de champion van BFA. Pour le RCA nu Thomas Florquin. In baan 6 Robert Sluis van de Dick Atletiek Club. Au couloir 7, le vice-champion BFA pour le crack Charleroi, Gadéry Barry. En in baan 8, de derde van het kampioenschap van Vlaanderen voor Sporting Eerbeeld, Lamine Guissé. Dan gaan we voor Antigua tegen Tals Esther Diels. Voor Thijsse Lien de Balen. Voor Rosse Anouk Verkamme. Voor straks Marie de Lille. Voor Rosse Fenne Robbers. Voor de White Star Antonia Svenmo Sarai. Voor KGF Foto Willems. Voor Grabouwelo Isolde Sklavo. Voor de Houten van de Vigloop Noren van de Kerkhoven. Voor de Troisième Championnat LDMA Amandine Sorson. Voor ABCD van de Vlaams Kampioenschap Silk Daps. Pour Charleroi, championnat indoor, Lucie Noël. Pour Deinze, Sarah Van Halst. Pour la Forestoise championne LVFA, Rachel Omini. En Jaran lijst aanvoersen met 11 meter 81 tweede op het kampioenschap indoor en Vlaams kampioen Margot Delmare. Dit jaar op de 18 meter individuele. Nog een grote in de verandering. De Afrikaanse kampioen.
Voilà, ça c'est meilleur. Ça va? Vous avez un peu? Non, ça va, c'est bon ça. Peut-être 20 et 12, c'est quand même sécurité. Oh, oh c'est beau. Ah, c'est joli ça. Il a une belle planche. Voor Jumen van Brenaert, voor Jengt.
changement Elmerna et Nathan Hopfer. Deze met de EK in de 10 kan komen tot 17 meter en 11 in de dienstafschingen. Jette Houtenketen. In de dienstafschingen Diana in lijst aanvoer. Pieters en Louise kampioen in de hoofdvlak. Simon Vosavo. Allora, questo è il